Breda Nu. Hey, ik ben Sam en dit is het weekoverzicht. Afgelopen zaterdag en zondag was de speelhuislaan in magische sferen tijdens de Belkrum Wintermarkt. Loopt het een beetje vanmiddag? Ja, alleen het weer is wat minder, dus daarom zijn er wel wat minder mensen dan vorig jaar. Maar verder rest gaat het best wel goed. Wat ben je allemaal aan het verkopen? Kaarsjes, sokken, boekenleggers, kettingjes en plantjes. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Ik ben een kralenketting aan het maken om nog even iets op te pimpen wat hier in de kraam ligt. Maar mensen kunnen een workshop bij u bijwonen? Mensen kunnen hier inschrijven voor een workshop. Wij komen bij de mensen aan huis. Minimaal 6 personen. En dan komen we gezellig een workshop geven in een tapasplank of macramé-verenhanger. En binnenkort gaan we ook op de stekmarkt daar in het restaurant een workshop geven. Maar daar moeten we nog een beetje bekendheid aan geven via Facebook of Instagram. Wat ben je aan het doen, Bart? Ik ben meester O.O. Denneboom. Ik sta anders altijd in het bos met mijn worteltjes in de koude grond. En in de winter dan kom ik hier naartoe. Ze hebben jou uitgegraven nou? Ze hebben mij uitgegraven, ja. ja. Zeg, en een draaiorgel erbij zie ik? Ik heb een draaiorgel, de meezinger. Kunnen die? Dus de mensen, als ze willen, dan kunnen ze ook meezingen. Kunnen hem demonstreren? Ja, dan moet ik hem weer helemaal even opstarten. Ik zou ook doen. Ja, zou ik dat doen? Maar dat duurt even, hè? Wij hebben alle tijd. Oh. En kopen de mensen wat bij je? Ja, heel veel mensen kopen de kaarsjes, want er komen dan glitters in de kaars, zeg maar. En ja, dat vinden de meeste mensen wel erg leuk. Wat sta je zo bij de ingang te doen? Ik ben koekjes aan het verkopen voor het KWF. Koekjes aan het verkopen voor KWF? Ja. En loopt het een beetje? Ja, nu wel. Ja? Heb je ze zelf gebakken? Ja, helemaal zelf. Echt waar? Ja. Hoe lang ben je mee bezig geweest? 2 dagen. Zo. En hoe heet jij? Evi de Jong. Evi. En dat gaat aan KWF? Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Toen mijn opa 5 jaar geleden kanker heeft gekregen. Toen dacht jij, daar moet ik iets voor gaan doen? Ja. Ik wens jou veel succes en volgens mij gaat het goed lopen. Ja, dank u wel. Zaterdag werd tijdens Prinsenhagen Fonkelt een curlingtoernooi gehouden. Maar ditmaal niet 1, maar 2 banen waren voor de toernooi. Het is een behoorlijke organisatie geweest. Er zit behoorlijk wat tijd in inderdaad. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers, heel veel hulp. Ja, dus daar zetten we zoiets mee weg. En stikgezellig? Ook, heel gezellig. Ja, het weer. Druk geweest vanmiddag? Ja, bij de kinderen was er veel aanloop. Op een gegeven moment al heel slecht weer. Dus toen hebben we even pauze gehouden zelfs. Even echt een half uur even stilgelegd. Toen zijn we allemaal naar binnen gegaan en er was ook al van alles te doen. En daarna door. En nu, je ziet wel... Heel gezellig. Leandra Sprenkelers, jij hebt dit mede georganiseerd. Ja. Wat is precies de opzet? Prinsenhagen Fonkelt wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Evenementen Prinsenhagen. En het ene jaar is het een hele grote opzet met schaatsbaan, met kerstmarkten en het jaar daarna een iets kleinere opzet. In die opzet zitten we nu. Maar we hebben vorig jaar voor de eerste keer de curlingcompetitie georganiseerd en dat was zo'n groot succes dat we die nu groter hebben aangepakt. Zowel voor volwassenen als kinderen? Ja, van 1 naar 2 banen en we hebben zojuist de kindercompetitie afgesloten om 4:30 en nu is zojuist juist om 4:30 de volwassen competitie begonnen. Jozef en Maria, die waren samen, die waren een keer samen en die dachten dat ze een babytje kregen. En Jozef klopte bij alle huizen aan, maar nergens was plek. Toen kwamen ze bij een stalletje en ging Maria in het bedje liggen. Toen was er een zacht stemmetje en toen was Jezus geboren. Wat leuk, en met hoeveel mensen organiseren jullie dit? De Stichting Evenementen bestaat uit 7 mensen, het bestuur. Maar dit evenement is best wel groot, dus dat wordt met heel veel vrijwilligers extra georganiseerd. Ik denk dat er vandaag een mannetje of 30 op de been is, ongeveer. Maar wij zitten nu in een comité met allemaal verschillende mensen die dit samen mogen helpen organiseren. Waaronder een aantal sponsoren die het ook leuk vinden om daarmee te helpen, zeg maar, aan een andere kant het mee te maken. Kerst is ook een feest, wat je bij elkaar bent en gezelligheid viert. De kerstboom, dat is ook een traditie. Wat is in het kort gezegd allemaal te doen in Prinsenhagen? Wat heb je allemaal bij elkaar geraapt hier? Voor dit weekend, we hebben dan het evenement hier opgezet met curling. Er is een puzzeltocht voor de jongeren, de groep 7, 8, 9.
We hebben daar straks voor de kinderen ook curling gehad. We hebben voorlezen bij de open haard voor de allerkleinste. De kerststal die staat er, die hebben dadelijk ook een opening. Er is een concert van Cecilia in de kerk. En ja, dus van alles te doen. Genoeg te doen, genoeg redenen om naar het taakje te komen. Zeker weten, heel gezellig. Afgelopen zondag was het Begijnhof volledig in Anton Pieckstijl. Hier kon je zien hoe de Begijnen vroeger leefden en kon je luisteren naar kerstmuziek. En u weet hier alles van de Begijndag, kerstfeest? Kerst met Anton Pieck wordt tweejaarlijkse evenement hier op het Begijnhof en vandaag is het weer. En er zijn koren in de beide kerken, in de Waalse en in de Catharinakerk. Er zijn toneelstukjes, we staan midden in het decor van een van de verhalen. Het Stedelijk Jeugdkoor is er, die lopen ook met kinderen rond. Er zijn oude ambachten die je kan bezoeken, onder andere papierschep en ook een smid. En er is ook nog een kleine kerstmarkt. En ik vergeet het allerbelangrijkste, en dat is zeg maar de gravures van Anton Pieck, die kan je ook zien. U herinnerde zich iets toen u die kinderen zag wassen? Ja. Bij ons vroeger, als mijn moeder dus na de winter schoonmaakte, en ze deden net met haar wassen, deze dus netjes neerleggen. Dat was ze ook wel, maar dat deden ze ook uitkloppen. En dan mochten wij als kind, toen we dus nog op de kleuterschool zaten, want anders werd hij te zwaar, mocht je op zo'n deken liggen. En dan deed mijn oma, wij zeiden dus opoe, was opoe. En mijn moeder deed dat zo kloppen en dan ging hij zo'n stukje in de lucht. En dat was altijd van mij als kind zo leuk. En ik zag het nou hier en ik moest daar gelijk aan denken. Het was echt heel leuk. Ja. En is er, want in de tijd van de Begijnhof natuurlijk, maar is er dan tegenwoordig nog veel te smeden? Restauratiewerk. Heel veel restauratiewerk. Ja. Okay. Onder andere in het Begijnhof? Nee. Dit doe ik gewoon voor de lol. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie ook je eigen trouwkaart? Ja, dat klopt. Ja. Je eigen geboorte. Ja, niet van ons, maar de geboortekaartjes van iemand. Dat is het leuke. Wij maken het dingen waar er geen duizenden van. Dat willen we ook niet. Heb je iets unieks? Ja, nou ja, bij ons in het dorp hebben we een aantal kinderen geboren. Nou, niet zien worden, maar dat hebben we meegemaakt. En dan komen ze bij ons van, god, kunnen jullie daar kaartjes? Wat leuk. En ja, waar praat je dan over, weet ik, van 40, 500 voor een familie. En dan is het leuk. Dus alles wat wij ook maken, ja, daar zijn er geen honderden van. Hoor. Maar hoe word je dan, Smit, in Nederland? Ja, in Nederland, ja, toch, er zijn er bij die gaan van vader op zoon. Ja. En die nemen dat over. We kunnen ook een opleiding volgen. Als je heel erg enthousiast bent, dan kun je bij de Nederlandse Gilde van Kunstsmeden kun je opleidingen volgen. Dan worden cursussen verzorgd. Het is echt van die dingen die je dan ook van vroeger weet dat ze dat deden. En als dan de was aan de lijn hing, en dan was het wel eens van onder bijvoorbeeld droog en van boven nog niet. En dan zei mijn moeder, we gaan even hooien. En dan deed ze het andersom ophangen, zodat de onderkant die natter was weer boven kwam, dat de zon erop kon schijnen. Het zijn ook van die typische dingen die je dan denkt als je dat hier zo bezig ziet. Afgelopen zondag kwamen allerlei Bredaanse artiesten bij elkaar om een kerstconcert te geven tijdens de Christmas Celebration in het Chassé Theater. Het was heel sfeervol en jij blies het eruit. Ja, nou ja, dat is dus dankzij het orkest. Want als je zo'n orkest achter je hebt staan, ja, weet je hoeft maar zo'n toontje te maken en het klinkt meteen. Dus het... Ja, is dat echt zo? Ja, zeker. Je moet wel het volume hebben, toch? Tuurlijk moet je zelf het volume hebben. Maar het is echt een verschil of je met een band staat of met zo'n orkest. Met blazen, strijkers, pauken. Ja, het is fantastisch. Ja, dansende meisjes, zingende meisjes, een orkest en een zangeres of een zanger voor je. Hoe is dat moeilijk voor je? Nou ja, kijk, we zijn op zoek gegaan naar een kerstshow die voor iedereen toegankelijk was, maar waar ook zoveel mogelijk deelnemers aan konden meedoen. En waarbij denk je aan een kerstshow, dan denk je toch aan zang, dans. En ik denk ook anno 2019 zoek je ook wat moderne elementen en dat is hip-hop, rap en wat een beetje streetdance. Ja, dan gooi je dat bij elkaar en dan krijg je deze show. Op 30 december kun jij in de Oranjeboomstraat genieten van een heuse lichtshow. Een enorm uit de hand gelopen hobby wordt elk jaar steeds groter. Zeg, fantastisch hier. Wat is dit allemaal voor gekkigheid? Ja, een of andere idiote uit de hand gelopen hobby. In de Oranjeboomstraat, een lichtshow hebben we ons laten vertellen. De lampen gaan uit, wat gaat er gebeuren? Dat betekent dat over 5 minuten de show gaat beginnen.
En hoe is dit zo ontstaan, deze hobby? Eigenlijk door het zien van een filmpje op YouTube. Het is echt Amerikaans. Ja. Ja, buiten doet mijn man alles. Daar heb ik allemaal die stekkers en omvormers. Daar heb ik allemaal geen verstand van. En ik doe het programmeren. Dat vind ik dan wel leuk. Lekker aan de laptop zitten s'avonds. Ja. Maar ik heb me laten vertellen dat je gewoon op vakantie al begint met programmeren. Ja, eigenlijk in mei al. Ja, de eerste vakantie, dan beginnen we al. Maar heb je tenminste tijd, hè? Hoef je niet te werken. Maar dan heb je nog geen idee hoe het eruit ziet? Nee, maar dan heb je wel ideeën in je hoofd. En muziek is dan al uitgezocht. Dat moet je al eerder doen. En dan kun je gaan beginnen. Wij zien het pas als het draait wat het is geworden. Dus vaak veranderen we nog een hoop dingen, maar ja, je blijft toch bezig, zeg maar. Zeg, en wij staan hier even aan de poort te rammelen, maar dat doen een heleboel andere mensen ook, geloof ik. Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Het is toch iedere avond, nou regent het, dus nu zal het wat minder zijn, maar normaal dan kan het toch wel behoorlijk druk worden. Ja. Zaterdag voor de kerst is het eigenlijk altijd het drukste. En dan kerstavond is het ook behoorlijk druk, ja. En heb je zelf ook nog kerst dan? Een leuke kerst? Of? Nou ja, nee. Wij doen op woensdag en zondag doen wij ook om 19:30 show en om 19:30. Dus we hebben er twee. Ja, dat valt nu ook met kerst, want het is woensdag natuurlijk. Dus dan is het denk achteraf een boterhammetje of zo. Meestal gaan we maar naar de McDonald's of iets dergelijks. Ja, er is geen tijd om... Gourmetten gaat niet, zeg maar. Nee. Niet te gourmetten in de voortuin met alle lampjes erbij. Dat doen we altijd in januari. Dan gaan we eens lekker uit eten. En dan gaan we lekker gourmetten. Dus wij hebben altijd een kerst in januari. Zeg, en nou staat jouw man achter een toonbankje. Wat staat hij daar te verkopen? Hij staat niks te verkopen. Wij geven iedereen die komt kijken, geven wij wat drinken. We hebben ook een klein donatiehuisje staan voor mensen die wat kunnen en willen missen. Die kunnen daar iets in doen. Volgend jaar nog groter dan dit jaar? Of wordt het ieder jaar groter? Of het moet allemaal kapot gaan. Maar meestal verzinnen we er altijd weer. We hebben weer boordevol ideeën. Dus er zal vast wel iets van... Wordt het allemaal hergebruikt ook? Ja. Ja. Ja, je wil de schuuropslag niet zien hoor. De afgelopen tijd zijn er steeds minder pinautomaten. Dat komt onder andere doordat er heel veel plofkraken zijn de afgelopen tijd. Maar wordt de pinautomaat nog wel gebruikt? Daarom ging onze verslaggever Willem de straat op met de vraag, liever pin of contant? Ik betaal eigenlijk alles met de pin. Ik heb nooit meer contant geld. Ik pin liever. Ik pin liever. Ik pin liever. Ja, ik pin graag. Ik vind contant geld in mijn portemonnee heb ik niet vaak bij me. Nee. Ik betaal liever met de pin. Ik pin alles. Alleen hier bij de schoenmaker kan je nog niet pinnen. En daar betaal ik dus contant. En het liefste zou ik ook zeg maar, in de kerk de collecte pinnen. Dat kan ook niet. Maar ik betaal zelfs mijn brood van 1,20 euro betaal ik mijn pin. Nou, ik pin ook veel liever, ja. Ik heb bijna geen contant geld bij me. Meestal pin ik meer. Waarom pint u dan liever? Makkelijk. Dat vind ik een stuk veiliger en makkelijker. Dat vind ik dan toch veiliger. Daar heb je altijd bij geld, dus altijd moet je aan denken dat je het bij hebt. En het is veilig. Omdat ik liever geen contant geld op zak heb. Ik pin eigenlijk altijd, al is het maar een klein bedrag. En waarom pint u liever? Ik heb met mijn telefoon zitten, dus heb ik alles bij elkaar. Ik heb de kaartjes bij elkaar, ik heb de betalingsmogelijkheden bij elkaar zitten. Dus, maar contant geld heb ik ook altijd in mijn portemonnee. Hoor. Maar dat is één keer in de 3-4 weken dat ik wat geld haal. Ik gebruik vaak contant geld. Vindt u het dan vervelend om al die pinautomaten gaan sluiten? Tuurlijk. Want ik heb ze wel af en toe nodig. Waar komt dat vandaan dat veiliger voelt? Als ze dan je portemonnee afpakken ben je niks kwijt. Je kunt je pinpas gelijk blokkeren en dan... dat voelt goed. Ja, ik heb het idee dat als ik contant geld bij heb, dat ik, dat niet zo veilig is als dat ik alleen mijn pasje bij heb. Dat kan ik beter in de gaten houden. Dat gevoel heb ik dan. Ja, je hoeft zo weinig contant te betalen. Het enige vervelende is bij collectanten en zo, maar daar heb ik altijd wel een aantal euro's voor in. En waarom pint u dan liever? Waar komt dat vandaan? Nou, het feit dat ik zo'n kaartdingetje heb, daar kan geen klein geld meer in, zeg maar. En papier geld ook wat minder. Ik moet voor mijn moeder wel gaan pinnen, want die doet alles contant. En die kan de pincode ook niet onthouden, dus dat is gewoon... Goed dat ik dat doe. Dat is fijn dat jij dat even voor de kan halen. Ja, dat is inderdaad fijn. Ik moet direct naar de visboer. En dat is een tientje, dat betaal ik gewoon contant. Ja. Maar grote bedragen, dan betaal ik met de pinautomaat. Vindt u het dan vervelend dat die pinautomaten in de buurt sluiten? Of zitten van, ik heb daar geen last van? Nou, dat is al jarenlang aan de gang natuurlijk. Hè? En voor mij persoonlijk vind ik het niet zo'n probleem. Want pinnen is geen probleem met twee bankrekeningen.
Maar vooral voor de oudere mensen. Als je hier in de buurt kijkt, drie bejaardenhuizen, die zijn toch nog altijd eigenlijk wel een beetje op cash aangewezen. Moeilijkheden met pincodes onthouden en dat soort dingen. Liever contant. Dus ik vind dat er toch wel op redelijke afstand pinautomaten, of in ieder geval mogelijkheid om aan cashgeld te komen, moeten blijven. Dat was het meer voor deze week en daarnaast ook voor dit jaar. Volgende week zijn we er een weekje niet, maar ik zie jullie weer heel graag volgend jaar. Joe! Breda Nu.